Maandagavond is een man gewond geraakt toen hij met zijn scootmobiel de nieuwe haven bij de havenbogen wilde oversteken. Doordat de man deels over de hoge stoeprand reed kantelde de scootmobiel en viel de man eruit. Een ambulance en de traumahelikopter werden opgeroepen. Tijdens de landing werd de helikopter echter afgemeld omdat het letsel van de man meeviel. Hij is later naar het ziekenhuis gebracht en een politieagent heeft de scootmobiel naar het bureau gereden.